Nee, dit, ja, maar ik heb niet eens tijd om even goed te oefenen, om die tekst überhaupt aan te komen. Bro, nu, dit is jouw tijd, bro. Nou, kijk hem op zijn gangsterfiets. Vers gestolen. Oké, man. Goed. Hoe is het? Ja, lekker, man. Dit is je eerste blindspot, man. Ja. Ontmaagding gewoon. Ontgroening. Ontgroening, oh ja. Ontgroening. Bij ons noemen ze ontmaagding op de streets. Oké, wat verwacht je? Je kan je hier niet op voorbereiden. Maar jij hebt blindspot wel een keer gezien, toch? Ik heb het gezien. Wat vond je het kutste tot nu toe? Nou, ik zag jou bij dat marineschip. Oké. Okay. Vanaf springen. Ik heb ook een beetje hoogtevrees. Ja. Dat is shit, vind ik niet cool. Heb je ook mijn porno-aflevering gezien? Nee. Niet? Ben je pornoster? Nee. Ja. Ik moest regisseren. Nee! Ja, dat is ook kut. Ben je een beetje muzikaal? Kan je zingen? Nee, ik kan niet, kan niet zingen. Ik kan niet zingen. Okay. Nee, absoluut niet. Okay. En wat zijn je angsten of wat vind je echt kut? Ja, als ik nu in één keer aan zingen denk, word ik ergens op een podium gegooid met heel veel publiek. Dat is een leuk idee. Dat zou ook kut zijn. Dat zou wel kut. Ik denk dat en hoogtes. Oké. Nou, bro, het is zover, man. Oh, jongen, Nessie, wat doe je me aan? Kijk. Best wel romantisch ook. Ja. Maar zo met de zee op de achtergrond en dit. Ja? Ja. Nou, zit je Niels? Oh, kijk, jij helemaal top. Hey jongens, Niels die is hartstikke muzikaal. Hij is een DJ. Maar ik denk dat hij vandaag heel lastig gaat krijgen. Hij gaat namelijk vandaag op een open mic rappen. Zoals jullie weten, ik ben wel zeg maar een koning in dat. Maar hij niet. En hij gaat een open mic doen. Ik weet niet of hij een battle gaat doen of gewoon echt gaat freestylen daar. Maar dat gaan we zien. MC Niels, let's get it. Yo! Niels, ja? Je mag even je koptelefoon afdoen. Oh. Maar wel je blinde kop houden. Ja, oké. Hoe is het met je, jongen? Nou, op het moment even wat minder goed. Wat denk je, bro? Zeg maar, dit is wel jouw moment, weet je? Het moet natuurlijk iets totaal anders zijn dan wat jullie al gedaan hebben. Is het... Wie weet. Een concert? Oeh. Maar als jij een artiest zou zijn, hè? Ja. Wat zou jouw artiestennaam zijn? Criminelis. Wat? MC Criminelis? Ik weet het. Bro, heb je een vriendin? Ik heb een vriendin. Okay. Wat dan? Is dat fucked up? Zeg maar, hoe lang zijn jullie al samen? Anderhalf jaar. Oeh, dit kan helemaal kapot. Oh, jezus. Het kan wel kapot, bro. Oh, nee! Word ik als stripper ergens ingezet? Oh, fuck. Echt? Maar ik wil je wel één ding zeggen, bro. Ja. Zeg maar van een broeder naar een andere broeder, je weet toch? Ja. Van vandaag zou zomaar jouw leven kunnen veranderen. Je carrière tot nu toe, weet je, ik bedoel, ja, aardig. Maar na vandaag... Gaat die echt uplifting. Bruh. Hey, ik word echt spannend van jou, man. Zeg mij, wie is Gordon? Wie is Badr Hari, bro? Niels, bro. Nee, maar goed, ik denk dat jij, dat ik jou al genoeg heb verteld. Wil jij nog wat weten? Ja, eigenlijk wil ik heel graag weten wat we gaan doen. 2.500. Dan vertel ik je wat we gaan doen. Wat is zo hard, joh? Bro. Ja. Ik zweer, dit ziet er echt heel gay uit, man. Ik zou niet zo lopen, man. Oké, ja. Maar voor je imago. Maar jij duwt me zo hard naar voren. Ja, maar ik denk aan je imago, je weet toch? We stonden net bovenaan de trap en je duwt me gewoon naar voren. Ik was wel een beetje bij wat hij gaat doen, weet je. Yo. Kom, ga chicks versieren. Hi. Mag hij aan jouw kont voelen? Wat? Can he touch your bum? Ah! Oh, nice. Dit is een kont. Oh, sorry. Ik ga me dood maken. Oh, sorry. Oké, we zijn er. Oké. Een beetje naar voren. Zo, kijk jongens. Net als vroeger, hè. De oldschool hip-hop, y'all. Niels. Ja? Hoe gaat het met de spanning? Ik ga kapot hier. Ik heb gewoon geen idee waar ik ben, maar ik heb zo'n gevoel dat het iets heel vies gaat worden. Als jij je broek uit gaat doen, dan wordt het smerig, denk ik, ja. Oké, dat ga ik dus niet doen. Ik ga absoluut niet mijn broek uit doen. Er zijn mensen die het wel doen in dit soort situaties. Ja, fuck dat. Ik ga het niet doen. Oké, nog even geduld, ja? Ja. Oké. Ik heb al 4 uur geduld. Hoe is het? Goed, man. Goed. MC Complex. Yes, sir. Bro, de eerste vraag. Gaat deze opdracht voor hem een beetje complex worden? Ah, gadver. Ik moest hem gooien. Ik moest hem gooien. Ik ga het zien, we gaan het zien. Ik denk dat hij... What the fuck kan dat zijn? Wil je even je smoel houden? Sorry. Maar wat is eigenlijk een beetje de bedoeling van wat hij moet gaan doen? Leg even uit. Kijk, we gaan hem een beetje in het diepe gooien. Vanavond is hij hier bij Live and Low. Ja. Gaat het publiek zijn. Ja. Gaan beats zijn met de DJ en hij moet gewoon freestylen. Ja, gewoon freestylen? Freestyle. Oké, ik ben echt benieuwd hoe hij het gaat doen. Laten we hem even
het podium opbrengen. En dan gaan we gewoon ja, vertellen wat hij moet doen. Oké, Niels. Ja? Jij gaat vandaag voor een heel publiek hip-hop freestylen. Oh. Bra, 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 bra! Wat is dit? Nee, er is nog geen publiek. Oh, er is nog geen publiek. Voordat je begint, ja, mag je natuurlijk even voorbereiden. Maar dan moet je wel, je moet gek komen vanavond, man. Oké, oké. En ik zei je, na dit, bro, die chicks komen op je af, man. Kijk naar Boef, kijk naar Moola. Kijk naar Supergaan en zo, man. Criminelen, zeg maar geen verkeerde naam. Ik heb het erover gehad. We hadden een andere naam voor je. Oh. Professor Niels. Professor Niels? Je lijkt op een HBO-student, toch? Dus... Ik had het echt nooit verwacht. Ik denk, ik moet met mijn broek uit of zo, of whatever. En nu ben ik dan opeens een M&M, maar dan 100 keer slechter. Holy shit. Regel nummer 1 wat ik in ieder geval kan meegeven. Ja. Met hip-hop one-liners, weet je, en zeker met de eerste bars waarmee je binnenkomt, dan moet je die lat gewoon heel hoog leggen. Het is tof als je wordt voorbereid, ja, dus dat je een kort stuk kan schrijven. Ja. En dat je dan ook nog het probeert om wel die freestyle ook te proberen. Je kan dit. Jezus, jongens. Hoe erg kun je voor het blok gegooid worden, hè? Ik sta op de hoek, man, bro. Ja, ja, ben je aan het dealen of zo? Oh, gek. Die pipe komen toch? Yeah. Maar, you got some bars, bro? Oh, shit, ouwe. Nee, dit, ja, maar ik heb niet eens tijd om even goed te oefenen. Om die tekst überhaupt bro, nu, dit is jouw tijd, bro. Professionele aan de haal, ik zet je voor paal. Ik naai fiscaal, universitaire taal. Oeh, wat de? Er is een kans ja, dat je misschien dadelijk gewoon in een battle wordt. Nee, dom erop. Ja, maar je schrijft ernaar. Ja? Ja. Kan ik straks even op jou dan oefenen als ik even klaar ben? Maar weet je wat we gaan proberen? We gaan nu gewoon een freestyle. Okay. Probeer nu, ik ga op jou wat gooien. Ja. Gewoon, en dan moet je daarop reageren, maar gelijk, niet nadenken, oké? Okay? Oké. Sta je bij Niels Oosthoek, broer, je moet niet groot doen. Je chick die belt mij en ze zegt, ja, ik boom goed. Als je stoel doet, krijg je hem op je ooghoek. En je weet zelf ook wat ik hier met die flows doe. Ja, zeg maar, go. Oké. Okay. Choker. Ja, weet je hoe moeilijk het is? Kijk hem hier staan met zijn ketting in zijn pet. Oh, wat denkt hij nou? Hij is een van de Marokkaanse Fred. Oh, jo, nee, denkt okay, niet in de snackbar. Oké. Maar je belt wel... Nou, laat maar. Je moet zeg maar wanneer je een woord hebt, ja, het eerste wat erop rijmt, probeer gelijk een zin te bouwen. Ja. Oké. Nessie, je denkt, je bent heel stoer, maar je weet geen ene moer. Oh, je nee, moeder is een hoer. Oh, nou gaan we klappen vangen, maar dat boeit me geen vloer. Oké. En je hebt geluk dat de battle is, anders heb ik je al lang al, jij toch? Maar geen stress, je moet het kunnen incasseren. Maar dat is hem wel. En dan, weet je, hey bro, wanneer die beat stopt, zeg maar, ben je laatste waar die beat stopt, yeah, dan moet je gewoon zeggen, ik neuk je oma op een Vespa en dan is die klaar. Ja, yeah. Oh, nee, bro. Dan moet je zeg maar deze gooien. Die mag je gewoon top en weglopen, bro. Ik zweer. Ik zou alles op één keer opnieuw schrijven, maar goed gelijk. Ja, dan precies, heb je hem. Ja? Ja? Oké, ga ik nu doen. Nou, dit wordt een top optreden. My name is Complex and we're gonna rock the house tonight, man. Are you game? All right, let's do something, baby. Let's do something. Yo, let me hit him up. Yo, give it up for your brother out here, man. He's gonna get it on stage right now. Yeah. Yo. Say yeah. Say oh yeah. Say yeah. Say oh yeah. Professionele zander hou. Ik zet je op bouw. Nij fiscaal, universitaire taal. Te moeilijk voor jou. Voor jou een baantje in te bouwen. Ik heb een bachelor, ik heb een master. Wat heb jij nou? Je bent een disaster. Freestyle shit, ik ben life on the low. Je moeder is een hoed, life on the hoe. Je rap die vergaat, dus ik doe dit voor een trus. We zijn niet bij de ramen, dus ik ging langs bij je zus. Ik heb diploma's, A, B, C. Kakken zoals ik doen, drugs op de play. Naar deze show gaan die chickies met me mee. Je mag de boys, want ik hoor jij bent gay. Krijg zak geld van mijn ouders, dan moet ik ook ik pillen. Ben de eerste byboy die deze mij kan killen. Good job, man. Damn. Check it out.
I'm gonna invite one of the nicest freestyle MCs we have out here also in Amsterdam. Somebody give it up and show some love for my boy Doc Show representing Amsterdam, love of the local world. Check it. Ja, dit is een kleine jongen. Ik ben een echte man. Als de maan hoog zou zijn, was je de slechte klant. Maar dat is niet, want ik is een echte vrouw. En jij bent de type waar ik echt niet van hou. Kijk, ik zeg je, ik kom met bos nog steeds op de steeds. Als jij drop is het onbeleefd. Als ik drop, dan is het fucking heet. En je wordt zo gebraden. Je kan het niet raden. Kijk, je hebt geen flows bij je. Eerst dacht ik, Yasin komt als je ghostrider. Maar nee, want die tekst was te wack, dus gooi het maar weg. Kijk, je weet, ik doe dit nog stop, gozer. Ik doe dit top als je blij, maar ik moest nog even die flows. Oké. Somebody give it up for my boy, guys. Give it up. Hey, yo, Niels. Niels in het Niels. Job, yo. Amen. Hij heeft je wel een soort van gepakt, bro. Je moet weer eventjes wat zeggen. Je moet weer even antwoorden. Gooi je gekke freestyle, bro. Are you guys ready? Yeah. I'm give it up for these guys one time, yo. Make some noise. All right, yo. Let's get it in. Yeah. Oh. What? Okay. You know what I'm saying? You go bounce it out, baby. Make some noise if you're in here. Gaan we echt? Hey. Oh. Ja? Wat is de naam ook weer? Dex? Dex. Dax. Heb geneukt met je ex. Wie ben jij? Wie ben jij? Jij bent een nerd. Jij die kidnapte op Microsoft Word. Ik heb mijn hoofd. Jij telefoon. Wat is er met je afro hoofd? Grappie, ga naar de kaffer. Of blijf lekker hier en laat je dissen door deze kakker. Wat? Hey! Ik veeg mijn chill de vloer aan. Dus ga nou niet stoer doen dan oh. Ik ga maar door en door. Dit is wat je hoort, MC Nales op je oor. Hey! Wat? Dit is straattaal, Hilversum Centraal. Ik ga met jou aan de haal. Wat? Ik weet niet waar je vandaan komt. Is het de Rijn of de Waal? Maar je verdrinkt een beetje in je shit. Dus heb meer dit. Misschien kom je ooit nog met een hit. Somebody give it up, that was pretty good. For the first time freestyling out here, man. The first time freestyling over is a good job, my man. Hey, bro. Ik moet eerlijk zijn, bro. Je hebt me kapot gemaakt, man. Nee, man. Nee, ik smeer het, man. Hij heeft mij kapot gemaakt. Nee, maar kijk, je moet zo nagaan. Die man die freestyle 20 jaar of zo. Je weet toch, voordat je geboren was, man. En jij komt gewoon met gewoon freestyle shit gewoon. Ik had er wel eentje waar ik trots op was. Man, ja, man. Dus met ga naar de kapper. Yeah. Blijf lekker hier, laat je dissen door deze kakker. Ja, precies. Die was lekker. Ja, ik ben een paar keer echt stuk gegaan. Je hebt echt goed gedaan. Ja? Ik ben trots op je, man. Okay. Hey, jongens, vond je nou een leuke video thuis? Dan moet je even gaan liken, abonneren, laat een leuke reactie achter. En, wat kunnen ze nog meer doen? Rappen. Ja, rappen. Ik ga lekker rappen. Ga lekker rappen. Later.